de piep. Yeah! Hyper de piep. Wow! Nog een keer. Hyper de piep. Yeah! Ja, ik zie het aan je. Het is een warm schat. Ja. Heb je gedoucht? Ja, maar ik heb wel even ogen en ik heb kort. Oh my god. Heb je gemeten? 38 graden. Oh ja. Ik ben nu bij mijn ouders in het huisje. Mijn vader is de barbecue aan het aanzetten. Ja, blij hè? Blij! Daar. Oh, wat leuk! 1, 2. Kom op, schatje! Goed zo, schat! Goed zo! Echt superleuk! Ja, meer mooi? Mes. Ben je het ook kwijt? Ik heb achter. Superleuk! Wat lief, hè? Oké. Okay. Marsepein. Jubies. Ja, moet proeven. Ja, tuurlijk. Lekker, hè? Vroeger deed hij altijd mijn gezicht erin duwen. Zeg het maar niet tijd. Nee. Ik ben nog niet weg. Dat haat ik altijd, jongen. Ja, die is wel lekker, hoor. Zat helemaal in mijn neus. Kijk eens, saai. Het is super lekker. Mm-hmm. Ik wil eigenlijk mijn verjaardag niet vieren, omdat ik nergens geen zin in heb. Maar ik vind het eigenlijk toch wel leuk. Ja, tuurlijk. Maar ik ben wel blij dat het niet te groot is. Dat iedereen gewoon lekker gewoon een beetje wegblijft bij me. Dus ik ben echt niet lief. Ben je niet lief? Nee, ik ben echt een, geen bruidzilla, maar een pregnantzilla. Mm-hmm. En ik ben ook nog eens ziek. Jij ook een stukje taart dan, baby? Je moederjarige vriend. Ja. Ben je blij? Ja, ze wilde voor de eigen helemaal niks. Dus voor de baby, hè? Ja. Mijn liefste tante. Kijken. Schattig. Beach party. Zo. Convenio 10 toe. Zeg voor strand eigenlijk. Zomer begint zo. Super schattig. Kijk dan. Kijk. Oh, die kan ook. Oh, ja. Convenio 10 toe. Wat zeg ik nou? Lekker rood wijntje. Nee, ik heb zin in een rood wijntje. Dat is hetzelfde. Nee. Ik hou van oma. Meneer Roel, voor je bedanken. Dat is echt niet normaal. Maar dat heb ik ook. Strandpakje. Ah. Oh. Een baaierspak. Daar lijkt hij echt op. Ja. Een baaierspak. Je moet er denk jij in de baaiers gezeten. My handsome one. Met een broekje. Kijk dan. Kijk, een klein. Deze is super schattig. Daar heb ik een klein maatje voor genomen. Ik denk misschien willen we die wel meenemen naar het ziekenhuis. Ik heb hem wat groter genomen. Nee, deze is groot. 62. Ja, 62. Waar is alles blauw en met gestrikt? Vind ze leuk. Vind zij leuk. Zij wil geen teksten en rare dingen. Dus ze wil gewoon alles neutraal. En ik zat te twijfelen om het donkerblauw, maar ik vind het met dat truitje toch leuk. Kan je niet opstaan. Wat? Ik wil je even bedanken, man, maar ik kan niet bedanken. Is goed, schat. Ik ben toch ziek. Laat me lekker zitten. Dankjewel, pa. Echt superleuk. Ja? Ja. Superleuk, deze vergassing. Ik dacht eerst van, oh mijn god. Maar ik vind... Piep. Ben je weer blij? Ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik ben wel blij dat het niet heftig is, hoor. 21 jaar alweer. Ja. Nog een verrassing. Dadelijk komt nog 30 man. Nee. Ja? Nee. Heb je iedereen uitgenodigd? Nee.
Mandy en Jor komen vanavond wel naar ons. Doen. Gewoon even een beetje chillen. Even buurt. Even buurt. Lekker vuurtje. Mevrouw Hormoon. Ja, zo noem ik jou, mevrouw Hormoon. Ja. Denk je dat ik daar vanavond aantrek wat zij zegt? Echt niet, hè? Ja, maar jullie lopen eten te zeiken, man. Zet je feestneus even op. Maar ik mag zeiken. Ja, oké. Okay. Zij heeft een streep voor. Ja, tuurlijk. Met je vakantie gezicht opzetten dan. Ja, dat is jij. Ook even handen. Laat mij lekker met rust. Weet jongen, jongen. Ja. Ik ben zwanger. Laat me met rust, jongen. Ja. Stap ik in met rust, is jarig. Zie je? Moet je op de verjaardag ook nog zeiken? Ik zei het toch? Je doet niks anders. Ja, zeiken. Kijk, lekker worstie. Dave 2 worstjes. Waarom 2? Ja, omdat jij groot bent. Heb ik binnen een week 2 miljoen volgers. Ja, hoezo dan? Hoezo dan? 2 miljoen. 2 miljoen volgers, weet ik zeker. Hoezo? En hoe? Omdat ik dan een goede vlog maak over alles. Over vuur. Over het hele leven. Ja. Maar niet over een hond en over een buik. Nee, wat er op straat. Lekker hoor, moeder. Ook ziek? Nou, dit was. Jullie hebben me aangestoken. Ja, dat was. Wat zegt ze nou? Kun je een briefje in doen en dan... Heb je haar gehoord wat ze zei? Dat is fles nummer 2. Hey! Hey! Oma! Gezondheid! Op een dochter die van onze Luurstraat. Ja, ja, ik dacht dat over de Wierstraat. Zo lief vriend. Lekker bij ons. Peppy. Ook een zoon. Oh, wat leuk. Echt schattig. Ja, echt chic. Oh, wat leuk. Chic zo met de kraagje. Ja, echt leuk. Leuk. Dan is hij ook wel weer groter. Streepjes. We hebben allemaal iets gehaald met streepjes. Echt? Ja. Allemaal. Oh, kijk. Is zo schattig. Oh my god. Kijk. Zo lief. We hebben allemaal dingen gehaald met streepjes. Nee. Allemaal. Kleine patser. Bij dezelfde winkel. Ja. 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 Oh, ja. En gelukkig dat we niet hetzelfde hebben allemaal. Ja. Nee, ja. Dat komt allemaal op je af, hè? Die is wel lekker. Ja. Benji, heb je een beetje heet? Ja, ik zag hem al helemaal rood worden. Ja, echt super bedankt iedereen. Graag met die verloskundige. Doei schat. Doei. Doei doei. Niet te dronken worden. Nee, goed dan. Ja, nou, hoe word je dronken? Door alcohol? Zo, superleuk. Ik ben echt, echt heel erg verrast. Ik had eigenlijk helemaal geen zin om mijn verjaardag te vieren. Maar ik heb toch wel een hele lieve familie die toch wel een klein feestje voor me gemaakt hebben. En slingers en versiersels. Dus eigenlijk vind ik het wel eigenlijk wel stiekem heel erg leuk. En nu ga ik naar huis, want mijn vriendin komt en een vriend. En zij gaat van mij een gipsbuik maken. Dus En wij gaan lekker voetbal kijken. Ja, dus dat is ook wel heel leuk dat ze even wil komen. Ik had eigenlijk geen zin in vrienden en vriendinnen. Maar dit is wel een speciale vriendin, dus ze mag wel komen. Ja, is dit een special edition? En ze gaat een mooie gipsbuik voor me maken, dus ik ben echt super blij. En ja, mijn dag, ook al ben ik ziek, mijn dag is wel heel leuk. Heel leuk geweest en dan mogen we dan ook wel leuk afsluiten. Helemaal buiten adem van het lopen en van het praten. Ja. En zaterdag is mijn vader jarig. Dus dan hebben we ook weer een feestje. En het wordt heel mooi weer. En ik moet alleen even kijken, want ik wil wel een super mooi groot cadeau regelen. Hij zegt, joh, je moet met je verloskundige gaan praten. Maar de baby kan niet op commando komen. Kijk, en als hij komt, is superleuk. Maar de baby kan niet op commando komen. Maar ik ga even een superleuk cadeau uitkiezen voor mijn vader. Want het verdient hij wel. Want hij heeft ook super erg zijn best voor mij gedaan. Vooral die taart, echt heel leuk. Dat is gewoon een herinnering aan vroeger. Want dat deed hij vroeger ook altijd voor mij. Echt leuk. Jawel, ja. Hoeveel bier heb je op? 1. Oké. Kijk eens hoe leuk dit heb ik allemaal gehad.
superleuk. Nou, mijn vriendin Men is hier met de vriend. En ik heb met Jor een BH aan, een gladde met een broekje. Want ze gaat een gipsbuik bij me maken. Superleuk. Ja, hallo. Je weet toch wat ik bedoel? Kijk, zij is dit aan het fixen. Oh my god. Ik kan het echt niet. Wat? Nou dit, als ik dit zie, krijg ik al hoofdpijn. Echt, als jij dit niet voor me wou doen, had ik het gewoon niet gedaan, hè? Wat is er aan de hand? Oh my god. Mama die is blank en mijn papa die is zwart. Die kooi ik heb een leuk voor. Oh, beetje ben je meer dan een hoe. De mogen er daarbij, jongen. Zo, ik heb mezelf heel erg. Nee, dat was de skippenbal weer gestikt. Heb je een skippenbal gekregen? Ga je rond, ga groot aan, met je auto. Ja, dat is wel echt linkie, man. Dat je niet desert, maar ik. Mijn is hier met de vriend. Ze kent jou al heel je leven. Oké. Dan zie je die andere dingen nu gaan. Super cool, hè? Echt heel leuk. En nu moet ik 10 minuten wachten, toch, man? Ja. Oké. Lekker gedoucht en ik heb een verjaardagscadeautje van Dave gehad. Dit pak heb ik gekregen, ik ga hem nu even laten zien. Kijk, superleuk. Ja, zo krijg ik hem dicht. Maar hij is natuurlijk voor ook namens. Maar ik ben wel echt super blij met mijn pak, want dan kan ik deze aan als ik bevallen ben, weet je wel. Dan heb hij blauw aan en ik ook blauw. Oh ja, en ik heb een cadeautje van Mandy gehad, deze. En die andere tasje nog. Alleen van Mandy, hè? En van Jor. Maar ik ga dadelijk laten zien wat ik van hun vat. Zo, iedereen is weg. Oh, ik ben echt heel erg verwend. En ik wil ook nog even de pakjes laten zien die ik van Mandy heb gehad. Hey, dit heb ik van Men en Jor gehad. Een olifantje. Super schattig. En dit zijn allemaal pyjamaatjes. Echt heel lief. Winnie the Pooh. Men gaat mijn buik pimpen en dat wordt echt super mooi. En ja, ik ben één nagel kwijt. Echt fucked up. Die ben ik net verloren. Ben gekut. En het was vandaag echt een super leuke dag. En ik wil nog even iedereen bedanken. Voor alle cadeautjes en de leuke dingen en zo. Echt super leuk. En ik had het echt allemaal niet verwacht. Dus mijn verjaardag is echt super leuk geworden. En ik ben echt heel ziek.
ik krijg nu echt helemaal geen lucht meer. Dus ik ga lekker een warm bad en even stomen. En dan ga ik jullie weer zien. En als jullie naar onze video kijken, zet het dan in jullie verhaal op Instagram. Dan zet ik jullie verhaal ook weer in mijn verhaal. Superleuk. En laat even weten wat jullie van onze video vonden. Alle duimpjes omhoog. Reactie en vragen onder mijn video. En we zien jullie bij onze nieuwe vlog. Doei!